Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Eminent. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Vodafone Platinum 7 smartphone. Welkom bij Hardware Info TV. Waarom zou je als telecomaanbieder telefoons van andere merken gaan verkopen als je ook gewoon toestellen met je eigen merk in de winkel kunt leggen? Dat moeten ze bij Vodafone gedacht hebben. En wij gaan in deze aflevering praten over de Vodafone Platinum 7. Ja, een toestel met een beetje een midrange prijs, €400 kost die. Maar... hoge midrange. Exact, maar laten we eerlijk zijn, er staan nergens in de wereld fabrieken van Vodafone om telefoons te maken. Nee, en het is natuurlijk ook geen nieuw ding wat ze doen. Er zijn al langer Vodafone-branded telefoons, door KPN, dat iedereen doet dat eigenlijk. Alleen dit is een Platinum 7. Nou, Platinum geeft al aan dat het inderdaad een vlaggenschiptelefoon is, alleen met een prijs die, ja, ik bedoel, midrange zou ik het net niet willen noemen, wel de bovenkant van de midrange is voor €400 eigenlijk een heel complete telefoon. Het is ook een beetje beroepsdeformatie binnen. Daar hadden we zo vaak over de Galaxy S7's en weet ik het allemaal praten, dat gewoon inderdaad alles onder de €600 lijkt ineens betaalbaar. Ja, maar het is dus wel een toestel in die categorie die ze dus ook echt afzetten tegen de flagships van de concurrentie. En we hebben hier dus in de tabel ook eventjes naast die topmodellen van de bekende merken gezet. Ik bedoel, er zijn meer toestellen die hiermee vergeleken kunnen worden, maar we hebben even naast de Galaxy S7, de HTC 10 en de LG G5 gezet. En ze brengen het dan als betaalbare alternatief, want we zeiden al €400 kost die inderdaad. Een Galaxy S7 kost al snel zo'n €600. Hetzelfde geldt voor de HTC 10. En dan zie je G5 is dan met zo'n €500 wel iets voordeliger, maar dat is nog altijd een stuk meer dan dit. Nou, laten we die specificaties maar eens vergelijken. Laten we beginnen met het scherm, 5,5 inch. Dat is begint een beetje langzaam de standaardmaat te worden voor high-end toestellen met gewoon de WQHD-resolutie. Ja, en een AMOLED-scherm. Dus eigenlijk het scherm is vergelijkbaar met wat je in de toestellen van Samsung tegenkomt. En echt gewoon een heel mooi scherm ook. De beeldkwaliteit is redelijk goed. We zagen er wel een kleurfout met een Delta E van iets meer dan 4. Nou ja, goed, dat is voor de puristen wellicht wat aan de hoge kant. Maar eigenlijk gewoon alle voordelen van AMOLED. Dus perfect contrast, goede kijkhoeken en ook gewoon mooie kleurweergave. Ja, nou dan de chip die erin zit is een Qualcomm Snapdragon 652. Dus niet de allersnelste chip van Qualcomm, maar dat is wel zo'n variant met 8 cores erin. 4 snelle, 4 langzame in zo'n big.little configuratie. Ja, en dat is uiteraard, daar hebben we het vaker over gehad, dat is goed voor zowel prestaties als voor accugebruik. Want het idee daarachter is dat ze dynamisch kunnen wisselen tussen die snelle en die langzamere. En die langzamere zijn dus tevens zuinigere cores. Nou, gaan we straks ook zien bij de batterijduur, dat is gewoon prima. En ook de prestaties. Ja, we zullen het er zo meteen wat uitgebreid over hebben. Die zijn redelijk. Met name de GPU die erin zit, dat is een beetje het pijnpuntje. Dat is een Adreno 510. Dat is niet slecht, maar dat is zeker als we vergelijken met die toestellen die we ernaast hebben staan. Ja, is het toch wel echt een klap minder. En dan moet je denken dat die op ongeveer een kwart tot een derde presteert van die andere high-end telefoons. Als het puur om GPU-prestaties gaat. Ja. Nou, kijken we naar werkgeheugen en opslag. 3 gigabyte werkgeheugen. Ja, we zien in de meeste high-end toestellen tegenwoordig 4 gig. Maar je zou kunnen zeggen dat 3 gig er ook al echt voldoende moet zijn. Standaard geleverd met 32 gig opslag. Maar je kunt er nog een micro SD kaartje in stoppen. Dus hij is gewoon uitbreidbaar. Ik moet wel zeggen, het micro SD kaart slot is ook direct een dual SIM slot. Dus in datzelfde slot kun je ook een tweede SIM kaart stoppen. Dan kun je dus niet meer het geheugen uitbreiden. Ja. Maar tegelijkertijd van heel veel andere high-end telefoons zijn in Nederland de dual SIM varianten niet te koop. En hier heb je dat dus wel standaard. Ja, dus als je dat zou willen, bijvoorbeeld voor een zakelijke en een privé SIM, kan dat. Alleen dan kan je, zoals je al zei, kan je dus niet het geheugen uitbreiden. Ja, maar goed, al met al. En ook als ik de qua specs dus echt gewoon een prima toestel. En ook als je hem bekijkt, het is echt gewoon een mooi gemaakt toestel. Gorilla Glass aan de voor- en aan de achterkant. Een camera die wel wat uitsteekt, maar goed, dat is niet uniek. Maar ook gewoon de afwerking aan de zijkant. Het oogt en het voelt echt gewoon als een high-end smartphone. En dan die camera, want daar proberen natuurlijk alle fabrikanten zich enorm mee te differentiëren. Dus je zou, als je de commercials van de Samsungs en de LG's van deze wereld mag geloven, moeten alle andere smartphone camera's tegenwoordig dramatisch zijn. Maar ook dat is eigenlijk gewoon niet slecht. Ja, het is een 16 megapixel camera en het is wat je zegt, hij is niet slecht, maar hij is zeker niet zo goed als de goede camera's van anderen. Wij vinden op dit moment die van de Galaxy S7 de beste smartphone camera. Een beetje ex-equo met de iPhone 7. Ja. Dit zit daar echt wat onder. De scherpte bij daglicht is gewoon prima, maar zodra het wat donkerder wordt, heeft hij gewoon duidelijk meer problemen. En wat ook een beetje vreemd is, is op het moment dat je hem in HDR-modus zet, dus dat hij meer highlights en tegelijkertijd ook meer schaduwdetail kan capturen, dan wordt de camera gewoon echt langzaam. En dat is iets wat we bij de andere moderne camera's eigenlijk ook niet zien. Die blijven net zo snel, ook als je ze in de HDR-modus zet. Nu is het toestel hardwarematig en qua uiterlijk vrijwel identiek aan de Alcatel Idol 4S. Puur toeval. Dat moet puur toeval zijn.
Officieel weten we niet waar die vandaan komt, maar vermoedelijk komt hij dus gewoon uit de fabrieken van TCL, het bedrijf dat ook die Alcatel-telefoons maakt. Ik wou net zeggen, je zei het aan het begin van deze uitzending al, Vodafone maakt niet zelf toestellen, die kopen ze gewoon in. En het is inderdaad, het is publiek geheim dat het gewoon een TCL-toestel is en dat hij dus heel erg lijkt op die van Alcatel. Ja. Nou, ligt het toestel niet alleen op de tafel, deze VR-headset ligt er ook bij. Die kun je bij Vodafone erbij kopen voor 3 tientjes, dus dat is niet de wereld qua investering. Het is sowieso zo'n headset die geschikt is voor de nieuwste versie van Google Cardboard. Een leuke, ik zou bijna zeggen gimmick, maar dat is eigenlijk erg handig. Dat er tegenwoordig een QR-code op zit. Die scan je met die app en dan weet hij precies welke headset je hebt. En dan gaan die knoppen het meteen doen en dan kloppen alle andere dingen ook. En ja, voor 3 tientjes is het op zijn minst een leuke toevoeging. Ja, en hij zit ook best wel comfortabel. Ik heb hem erbij gelegd nu, omdat we hem erbij gekregen van Vodafone voor de test. Het is niet zo goed als het echte VR waar we het regelmatig over hebben gehad. Zoals op de PlayStation of helemaal niet zoals de HTC Vive en de Oculus Rift. Maar het is gewoon goed en het zit een stuk beter dan de meeste generieke cardboard headsets. En wat je al zegt, die knopjes aan de onderkant werken dus ook. Dus de bediening is een stukje prettiger dan wat je meestal hebt. Ja, en qua software, het is Android 6. In principe zo stok als maar zijn kan. Ja. Dus gewoon Android, zoals Android bedoelde, zou je kunnen zeggen. En uiteraard, wie had het anders verwacht? Het is een Vodafone-telefoon, dus hij is wel gelokt. Dus je kunt niet denken van, ik ga die telefoon kopen omdat ik het leuk vind, maar ik stop er daarna een KPN-sim in. Dat gaat vermoedelijk wat minder goed werken. Nee, dat is niet de bedoeling van het toestel. Maar goed, het is al met al, want je zei het is vanilla Android. En daardoor voelt hij wel lekker snappy aan. Er zitten geen moeilijke layers overheen. Kijken we naar de benchmarks. Ja, het is niet de allersnelste, het is wel gewoon een goede snelle. Dit is de Geekbench 3 benchmark. Nou, ik heb eventjes links de hele benchmark gezien. Dan zie je ongeveer waar die in het spectrum zit van alle telefoons die we met deze benchmark hebben getest. Nou, zie je dat die echt ruim in het bovenste kwadrant zit. Ja, en dan de echte snelle toestellen zitten nog wat hoger, de echte toppers. Maar goed, het is meer dan snel zat voor normaal 2D gebruik. Ja, ik wou zeggen, tenzij je telefoon echt koopt om de nieuwste Android games te spelen, ga je hier vermoedelijk weinig van. Ja, dit zijn met name dus 2D prestaties. Ja. Want als we naar 3D kijken, ja, dan wordt het verhaal iets minder goed. Wederom, hier zo de hele benchmark. Waarbij je ziet dus dat die is, van alle toestellen die hebben getest, zit hij een beetje in het midden. En dit is GFX Bench, 22 fps, dat houdt niet over. Voor 3D games is dit zeker niet de beste smartphone van het moment. Ja, nou, daar is hij dan wat minder geschikt voor. Accuduur daarentegen is op zich vrij weinig op aan te merken. In de PC-markt battery life benchmark die we dan doen, houdt hij het ruim 500 minuten vol. Nou, we hebben ook telefoons gezien die richting de 800 of zelfs daar overheen gaan. Maar ook hier weer, als je even links kijkt, hij zit toch echt nog net of net wel net niet in dat bovenste kwadrant. Dus dan doe je gewoon leuk mee. Ja, zeker. Ik denk gewoon voor de prijs. Het is niet de allerbeste smartphone van dit moment. Heb je €200 meer om uit te geven en vind je het leuk om de allermooiste, allerbeste smartphone te hebben, dan zou ik zeggen, kijk dan inderdaad naar zo'n Galaxy S7. Maar wil je voor rond de €400 gewoon echt een goede allround smartphone hebben, dan is dit gewoon een prima keuze op dit moment. Duidelijk. En alle testresultaten zijn uiteraard inmiddels terug te vinden op de site op hardware.info. Vanaf morgen, zaterdag 5 november, begint bij ons de Hardware Info 2017 Countdown. Dan kun je 57 dagen lang iedere dag kans maken op een prijs van minimaal €100. Wil je weten hoe dat werkt? De nieuwe prijsvraag wordt iedere dag om 9 uur 's ochtends gepubliceerd op de site. Dus hou dat in de gaten. Tot zover Hardware Info TV voor vandaag. Wij zijn er iedere week, dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. In korte tijd. Dus technisch het beste, maar ook tegelijkertijd aan de prijs. Het zal 2 redenen hebben. De technologie is gewoon wat duurder, maar het is ook gewoon...